In mijn leven staat er een enorme verandering voor de boeg. Want eigenlijk ga ik ook gehoor geven aan dat wat van binnenuit geleefd wil worden en wat nu niet heel erg goed tot z'n recht komt. Ik kan wel schrijven en ik kan wel filmpjes maken op deze manier. Maar het is toch nog niet het leven zoals ik me vrij voel om helemaal te zijn wie ik ben en te doen wat ik doe in mijn volle. Kijk, de dingen die je doet, laat die van binnenuit komen. Hè? Dus dan op het moment dat je vrij bent, kan je van binnenuit je impulsen volgen, je ingevingen volgen, jezelf zijn. Je wordt er niet gelukkig van. Ik heb het ook nooit gekund. Als je moet doen wat iemand anders zegt dat je moet doen, daar word je niet gelukkig van. Dat is ook niet de bedoeling dat we gaan doen wat iemand anders vindt dat we moeten doen. Ja, bij mij werkt het niet. Oké, ik neem je even mee. Eigenlijk het verhaal van eerherstel. Eerherstel, een nieuw begin. Je kent dat boek wel? Nou ja, en zo niet, kan je het bestellen bij de Happy View School. Er is ook een cursus van, maar ik zit er ook over te denken om een soort van retreat. Of misschien 3 verschillende dagen te organiseren met 3 verschillende onderwerpen, maar steeds wel eigenlijk jezelf in ere herstellen. Dat is het thema. Jezelf in ere herstellen. Want mijn ervaring is dat als je dat doet, hè, je bent je bewust van wie je bent. En dat geldt voor ons allemaal dat we... wat een licht heb ik om me heen hangen. Hé, dat is fijn. Ja, wat is dit? Blijft. Boekenkast op de achtergrond, is dat wat? Schilderij erbij, ook leuk. Oké, doen we het zo. Dat is wel beter. Dan ga ik voor die koffer zitten. Oké, het geldt niet alleen voor mij, dat eerherstel. Ik ben me er wel van bewust. Ik heb er woorden aan gegeven, ik heb er een boek over geschreven. Op het moment dat je het hebt over eerherstel, dan zit daar een beetje iets in van alsof er iets is aangetast. Hè? Je eer is aangetast. Nou, ik denk ook dat dat zo is. Alleen, hoe leg je dat uit? Nou, wij zijn vergeten wie we zijn. Vaak, meestal. En we zijn ook vaak meestal er bang voor om te zijn wie we zijn. Of om onze eigen kracht te... belichamen, te laten zijn. We zijn ook op zoek naar wie we zijn. Ook dat. Want we voelen ergens wel. Natuurlijk. Dat we meer zijn dan dat mensje. Dan het ego. Dan de afgescheiden persoon. Alleen, we zitten daar niet allemaal hetzelfde in. Er zijn ook mensen die zijn volledig geïdentificeerd met de buitenkant, laat ik het maar zo zeggen. Het persoonlijke, dat wat ze zijn, wie ze zijn, hun angsten, hun pijnen, hun troubles. En van daaruit is het ego heel sterk aanwezig om van alles te beoordelen. Als je op een gegeven moment ontdekt wie je bent, hè, ik kan me eerlijk gezegd niet voorstellen dat mensen dat niet hebben. Maar goed, er zullen mensen zijn die dat niet zo ervaren. Dat zijn ook mensen die je dan bijvoorbeeld zweverig gaan noemen. Of ze kunnen je niet begrijpen. Nou, dat is op zich logisch. Je hoeft ook niet altijd alles te begrijpen van anderen. Maar je hoeft er niet over te oordelen. Dat is een beetje mijn punt. Je hoeft er niet over te oordelen als je iets niet begrijpt.
Het is ook lastig te begrijpen, denk ik. In mijn leven staat er een enorme verandering voor de boeg. Want eigenlijk ga ik ook gehoor geven aan dat wat van binnenuit geleefd wil worden en wat nu niet heel erg goed tot z'n recht komt. He, ik kan wel schrijven en ik kan wel filmpjes maken op deze manier. Maar het is toch nog niet het leven zoals ik me vrij voel om helemaal te zijn wie ik ben en te doen wat ik doe in mijn volle. Dus ik moet me nog bevrijden van een aantal dingen. Ook van oude frustraties die onder andere hierover gaan, van het me niet begrepen voelen. De druk van de omgeving die van alles vindt. Wat er eigenlijk alleen maar toe geleid heeft dat ik me meer en meer los wil maken, vrij wil maken. Mijn eigen gang gaat. Niemand anders kan voor jou vertellen wat je moet doen. Of hoe jij je leven moet inrichten. Er zijn altijd wel veel mensen die dat wel willen. Nou is het grote voordeel van mijn situatie. Dat ik heb hier een prachtig huis. Mijn huis is altijd mijn domein, mijn vrijheid, mijn ruimte. Ik ben er ook echt heel blij mee, dankbaar voor. Het is ook heel mooi, vind ik. Ik mag het wel zo netter maken. Ben ik mee bezig. Maar ik ga dus mijn huis verkopen. En waar ik al mijn spullen ga laten, weet ik ook nog niet. Waar ik naartoe ga, weet ik ook nog niet. En sommige mensen worden daar heel zenuwachtig van. Terwijl ik zelf denk, ja, dat is mijn pakkie om. Dat is mijn zaak. Ik ga ruimte maken om mijn gevoel te volgen. Per dag, per moment, om in het nu te leven. En daarvoor moet je je vrijmaken, zowel van je eigen lasten en ballasten en sores en frustraties en weet ik veel wat allemaal, alles wat er moet. En ook voelbaar wel van allerlei ja, bureaucratisch gedoe, systeem. Ik functioneer niet zo goed, geloof ik, in de wereld van de regeltjes en de bureaucratie. En ook, ik ben op zich best wel slim, maar als ik dan bijvoorbeeld zie hoe dingen in elkaar zitten, dan denk ik, ja, waarom moet dat zo ingewikkeld? Maak het toch simpel? Ja, nou ja, goed. Ik functioneer daar dus niet zo goed in. Laat mij maar lekker mijn eigen ding doen dan. Maar dus, loop je er tegenaan. Allereerst dat iedereen vraagt, waar ga je dan naartoe? Ja. Dat weet ik nog niet, dat zien we wel. En dan het daar ook niet altijd mee eens is, dan kun je natuurlijk zeggen, ja, dat is hun probleem. Ja, dat is ook zo. Maar het is wel vervelend om die lading dan zo over je heen te krijgen. Dat heeft met veel meer te maken, heb ik het gevoel. Want dat gaat eigenlijk helemaal niet over waar het over gaat. Dat is heel vaak zo. Eigenlijk heeft het misschien wel meer te maken met het feit dat je je aan het, dat ik moet zeggen ik, want ik weet niet wat jij doet, maar dat ik me aan het bevrijden ben uit een keurslijf, altijd al. Kijk, de dingen die je doet. Laat die van binnenuit komen. Hè? Dus dan op het moment dat je vrij bent, kan je van binnenuit kan je impulsen volgen, je ingevingen volgen, jezelf zijn. Je wordt er niet gelukkig van. Ik heb het ook nooit gekund. Als je moet doen wat iemand anders zegt dat je moet doen, daar word je niet gelukkig van. Dat is ook niet de bedoeling dat we gaan doen wat iemand anders vindt dat we moeten doen. Ja, bij mij werkt het niet. Ja. En eigenlijk is het altijd al zo dat op het moment dat ik een grote stap zet, een grote sprong maak of zo, dan ontsnap ik ergens uit. En dan komt daar een heftige reactie op. Zowel natuurlijk van bepaalde mensen om je heen als van je eigen mind. Want eigenlijk is daartussen niet zo'n groot verschil tussen wat je mind is en wat een ander allemaal heeft aan ja maar, ja maar, ja maar.
Ik heb nu besloten om de komende week even een week stilte te houden. En dat betekent gewoon even doorgaan met wat ik te doen heb hier. En dat is genoeg. Ik heb even genoeg aan mezelf. Zorg dat ik weer een beetje blij word. Want dit heeft erin gehakt en daardoor ben ik niet zo happy. Tenminste, het voelt niet lekker. Het voelt niet fijn. Ik ben een beetje treurig van dat het zo gaat. En ik heb er ook geen zin meer in. Dus het is ook echt even nodig om even naar de stilte in mezelf terug te keren. En me hiervan echt vrij te maken. En wat mijn nieuwe plannen zijn, ach, dat zie ik wel. Maar het is jammer, want ik voel me liever gesteund erin en gedragen. In plaats van afgevallen. En weet je, het proces is al zo zwaar. Krijg je dat ook nog? Maar goed, ik ga niet zielig doen hier. Geen geklaag. Je moet ook niet iemand anders de schuld geven. Je hebt zelf de regie in je eigen leven. Dat vergeten we wel eens, maar dat is natuurlijk wel zo. En hoe kan dat dan? Dat dit gebeurt? Omdat je dan toch een soort van een vredelievend ben of zo. Of je sociaal wil gedragen of vriendelijk ben of aardig. Of denkt van, nou ja, het zal toch een beetje... Ja. Nou ja, het is niet wat je wil natuurlijk. Het is niet wat je wil. Nee. Maar tegelijkertijd, weet je, het moet je niet uitmaken wat andere mensen ervan vinden. Jezelf volgen en je eigen kracht voelen. Juist dit soort situaties, hè, waarin een ander betwijfelt wat je doet, wie je bent. Veel commentaar en kritiek heeft en zo. Eigenlijk is dat allemaal heel erg pijnlijk, maar tegelijkertijd maakt het je sterker in wie je bent. Spreek altijd je waarheid. Spreek je uit. Blijf vanuit je hart jezelf aanwezig. Je hoeft niet zelf ook lelijke dingen tegen iemand te gaan zeggen. Maar je mag wel jouw waarheid spreken. En sterker nog, leven. Je eigen waarheid leven. En als andere mensen dat niet begrijpen, jammer, hebben ze pech. Zo simpel is dat. Je hoeft je niet aan te passen aan andere mensen. Nee. En natuurlijk is het fijn als we een beetje aardig met elkaar omgaan, zeker. Maar er zijn grenzen in waar anderen zich mee kunnen en mogen bemoeien. Hè? Toch? Ja. Ja, en soms gaat dat te ver. Ja. Ik heb dat boek Eer, Herstel en Nieuw Begin natuurlijk ook niet voor niks geschreven. Dat was ook al een bevrijding. Ik had geen idee dat er nog meer voor nodig was, zeg maar, voor die bevrijding. Dus wat ik nu ga doen is een vervolg schrijven, toch op dat boek, waarin ik alles meeneem wat ik dan geschreven heb, wat erin past. En dan, ja, we zullen zien. We zullen zien. Ja, de eerste oefening, als je mee wil doen met eerherstel, is hoe je jezelf sterker maakt, is door je meer en meer te bevrijden van wat anderen van jou verwachten. Of wat er allemaal moet. Dus op het moment dat jij ervoor kiest om je eigen pad te volgen en je eigen keuzes te maken en je eigen hart, je eigen missie, je eigen passie, in het leven als leidraad te nemen, dan op dat moment betekent dat ook dat je dus niet voldoet aan wat allerlei andere mensen misschien van jou verwachten en willen. Dus ja, daar moet je dan rekening mee houden. Maar je kunt niet alles en iedereen alles naar de zin maken. Begin bij jezelf. En dat lijkt heel asociaal en dat lijkt soms voor sommige mensen heel egoïstisch, maar dat is het niet. Want als je niet goed voor jezelf zorgt, dan kan je daar helemaal niet zijn voor anderen. En goed voor jezelf zorgen, dat is meer dan een beetje gezond eten en op tijd naar bed gaan. En goed voor jezelf zorgen, dat is jezelf voeden met positieve informatie, selectief zijn in waar je wel en niet op reageert.
je buiten de drama's plaatsen, afstand houden. Voor jezelf opkomen hoort er ook bij. Goed voor jezelf zorgen is ook zorgen dat je je goed voelt. Ja. En sommige mensen geven je een goed gevoel, andere mensen geven je soms helemaal geen goed gevoel. Of die vinden het nodig om je aan te vallen of de grond in te trappen of weet ik veel wat. Of die hebben altijd wat, altijd commentaar. Dat gebeurt in het leven, dat hoort er kennelijk bij. Fijn is anders. Maar zoals ik al zei, je hebt zelf de regie in handen. Dus voor je eigen leven, wat is je doel? Wat is jouw doel? Wat is jouw plan? Focus daarop en wat er niet bij past, dat laat je los. Dat valt dan vanzelf af. Ja. Je bent ook niet verplicht om allerlei mensen tekst en uitleg te geven. Je bent niet verplicht om mensen op de hoogte te houden van wat je allemaal doet en waarom. Dat moet je allemaal zelf weten. Dat is jouw zaak. Maak je eigen keuzes. Kies ook de mensen goed uit waar je blij van wordt. Maar zorg vooral dat je het goed hebt met jezelf. Dat is ook van belang. Eerherstel. Ja, ja. Ja, ik heb een mooie locatie ontdekt, waar ik binnenkort een dag of een retreat of een cursus of een workshop of zo wil gaan geven. Ik moet dat natuurlijk nog eventjes allemaal uitwerken, dat plannetje. Ik denk dat het hierover gaat, want het is niet voor niks, denk ik, dat dit dan weer gebeurt. En ik zal ook niet de enige zijn die hiermee te maken heeft. Ik dacht er eerst aan om een soort onderwerp te kiezen als de zin en de onzin van spiritualiteit. Want er is ook een heleboel onzin op het gebied van spiritualiteit. Of spiritualiteit voor beginners. Hè? Wat is nou echt belangrijk? Waar heb je wat aan? Maar ik denk dat dit nog belangrijker is, dit onderwerp eerherstel. En hoe kan je zorgen... Goed zorgen voor jezelf en je innerlijke weg vinden en volgen. Je innerlijke pad. En wat dat dan ook is. Of dat nou communiceren is met dieren of met bomen. Of je gevoel volgen, helder wetend zijn, helder voelend zijn. Hoe ga je ermee om? En hoe ga je er ook mee om? Met, ja, hoe breng je dat naar buiten toe? Durf je dat te vertellen? Keelchakra hielen. Ja, en moet je dat wel naar buiten brengen? Ja, als je ervan wil leven en jou... jouw werk ervan wil maken of zo, dan moet je wel durven te zeggen wat je doet natuurlijk. En er zijn best wel veel mensen die daar moeite mee hebben. Dan moet je wel durven zijn wie je bent. En alles is altijd afgemeten aan, ja, aan de bepaalde normen. Het weten van dingen. maar er zijn meer dingen belangrijk in het leven. Ja, dus hoe blijf je jezelf trouw? Hoe geef je dat vorm? Hoe ga je om met eventuele conflicten? Er zijn natuurlijk ook veel mensen die te maken hebben met partners die dan weer commentaar hebben of noem maar op. Het zijn aanvallen eigenlijk op je spirituele zijn. Het zijn aanvallen. Als je gaat groeien, heb je ook te maken met aanvallen van buitenaf op jouw groei, op jouw bevrijding. Er zijn mensen die willen je kort houden of in je hok houden. Of beperken of aan het lijntje houden. Of binnen hun eigen kaders kunnen plaatsen. Want anders is het eng of begrijpen ze het niet meer of zo. Ja. Nou ja.
wordt vervolgd. Ik moet nodig even verder met opruimen. Ik zal er wel een filmpje van maken waarbij je dan een beetje omlijsting krijgt van het van de opruiming of zo. Ik weet niet of dat leuk is, maar oké, we zullen zien. Het is tenslotte wel een vervolgverhaal, hè? Dat weet je. Oké, nou, bye bye. Enjoy and pleasure and passion upon resistant thought. You have known your power. Hallo poppen erop. Droppie. Droppie, droppie. Lekker droppie. Huh? Ja. Ja, schatje. We zijn nog niet helemaal klaar, hè? Zal ik één plankje, zal ik die voor een mondje maken? Hè? Kan je lekker in de kast? Mm-hmm. Grapjas? What happened? Ik heb hem omgedraaid, want deze zijkant is mooier. Ja, ja. En ze vond ik wel een slimme oplossing zelf. En nu moeten we het allemaal weer inrichten. Het is wat te poen. Zeg dat wel. Hè? Huh? Het zal wel moeten, want anders kunnen we geen kant meer op hier. Ja, ik moet je eerlijk zeggen, soms heb ik echt geen zin meer. Maar ja, zo moet er wel door. Ja. En niet te veel over nadenken, gewoon maar doen dan, hè. Ja. Hé, Pivi? Je vindt het allemaal wel leuk, geloof ik, al die ontdekkingen, doosjes, kastjes.